Aan het Gildeplein in Lierop gaat Wocom 5 energiezuinige sociale huurwoningen bouwen. Het officiële startsein voor de bouw werd op donderdag 20 september gegeven door wethouder Guido Schoolmeesters. Goedemiddag allemaal, namens Wocom heet ik u van harte welkom bij deze officiële starthandeling voor een nieuw bouwblok van 5 sociale huurwoningen hier op het Gildeplein. Op deze mooie plek in Lierop realiseren wij een woonblok, zoals gezegd, van 5 sociale huurwoningen. Deze woningen zijn ontworpen door architectenbureau Frans Kompen en verder technisch uitgewerkt door bureau Bouwstart. De eengezinswoningen worden in 2 types gebouwd, namelijk 3 sociale huurwoningen. Die krijgen 1 bouwlaag met een kap en die zijn speciaal voor starters. En 2 van de 5 woningen die worden uitgevoerd in 2 bouwlagen met kap. En die zijn dus ook geschikt voor gezinnen. En die krijgen 3 slaapkamers. Deze betaalbare sociale huurwoningen die worden zonder gasaansluiting en energie-neutraal gebouwd. Energie-neutraal, dat wil zeggen dat er elektrisch, of gasloos, dat wil zeggen dat er elektrisch gekookt gaat worden straks. En energie-neutraal betekent dat alle gebouwgebonden energie door de woning zelf wordt opgewekt. Het is wel zo dat voor douchen en scheren en al dat soort persoonlijke activiteiten nog wel energie van buiten betrokken moet worden. We verwachten dat deze woningen voor de zomer van 2019 opgeleverd zullen gaan worden. En begin volgend jaar zal Wocom dan ook starten met de verhuur. En de verhuur die gaat via WoonEasy. En daar kunt u verder alle informatie vinden, net zo goed als bij ons op de website. Ik wil de gemeente Someren heel hartelijk danken voor de prettige samenwerking bij de ontwikkeling van dit plan. En ik wens de bouwers van Vlaszak heel veel succes met de bouw en succes met de uitvoering. En na de officiële handeling dan kunt u verder nog gebruik maken van een drankje. Ik dank u voor uw belangstelling en geef graag het woord aan de wethouder, meneer Schoolmeesters. Ja, kort dan even, want het gras is voor een heel deel gemaaid. Ja, we zijn als gemeente Someren ook heel erg blij dat wij hier 5 woningen kunnen gaan realiseren. Of ook in ieder geval 5 woningen gaan realiseren. Het heeft in de voorbereiding wat kruim gekost, maar mijn voorganger Leon van der Moosdijk heeft hier flink de schouwers ook mee ondergezet om het te kunnen realiseren. En ja, het is voor mij dan dadelijk de eer om hier meteen mee de openingshandeling te doen. 5 huurwoningen in een kleine kern. Ja, het is een beetje ook een omslag in het denken van Wocom, hopen wij althans als gemeente. En wij mogen ook hopen dat we in andere kleine kernen in Someren nog meer huurwoningen kunnen gaan realiseren. Of in ieder geval Wocom die woningen kan gaan realiseren. Ik wens alle mensen die hier zometeen de schouders onder moeten gaan zetten om er iets moois van te maken heel veel succes. Net als Wocom. En we zullen nog eens komen kijken in het voorjaar of voor de zomer 2019. Succes. Dank u. Paul Verruksel, manager vastgoed van Wocom. Dit is een bijzonder project hier in Lierop. Dit is inderdaad een bijzonder project, want dit is een van de eerste projecten die wij energie-neutraal en gasloos gaan realiseren. En het betreft 5 sociale huurwoningen, dus betaalbaar. Gasloos wil zeggen dat de mensen straks elektrisch gaan koken, want een gasaansluiting wordt niet meer gemaakt. Energie-neutraal wil zeggen dat de woningen zelf hun energie, gebouwgebonden energie, opwekken. Dat is voor jullie nieuw of is het al een tijdje in zwang? Dat is voor ons redelijk nieuw, maar we doen dat al op meer plaatsen. Ja. We zijn daar in 2017 mee gestart. Ja. Sociale huurwoningen is nodig hier in Lierop? Sociale huurwoningen zijn nodig in Lierop en wij verzorgen graag dat daar goede huisvesting voor gerealiseerd wordt. Lieropenaren die willen graag dat Lieropenaren hier komen wonen. Hoe kunnen ze in de vorige steden? Ja, dus, we hebben de inschrijving gaat via WoonEasy, de uitwijzingen van de woningen. En dat gaat op verschillende manieren. We kunnen via lotingsprocedure, het kan via inschrijftermijn. Ja, zo zijn er diverse opties om in aanmerking te kunnen komen voor deze woningen. Maar ja, je moet er op tijd bij zijn. Ja. En wanneer worden ze gebouwd? Wanneer gaan we beginnen? We zijn nu gestart. De begane grondvloer, zoals u kunt zien, is gestort. De eerste twee stenen liggen er al? Ja, de eerste twee stenen liggen er al. Dat was de officiële handeling. Ik hoop dat ze dadelijk toch nog even wegnemen om ze goed aan te brengen.
Maar de verwachting is dat rond de zomer van 2019 de woningen opgeleverd kunnen worden aan de bewoners. Dus dat betekent dat Wocom vroeg in 2019 de woningen op Wonizy zal gaan aanbieden voor de verhuur. Ja, er zijn er vijf. Als ik zo zie zijn die echt groter. Gaan ze de hoogte in? Ze gaan inderdaad de hoogte in. Het zijn vijf woningen. Twee woningen worden gebouwd voor gezinnen. Dus dat zijn woningen die gerealiseerd worden in twee bouwlagen met een kap. Die hebben ook drie slaapkamers. De andere drie woningen die krijgen één bouwlaag met kap. En die hebben boven twee slaapkamers. En zijn meer geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens, de starters. Ik denk wel dat ze gewild zijn. Ik denk ook dat ze gewild zijn. Want ja, zoals gezegd, nieuw, hè, gasloos en energie-neutraal. Dus het zorgt ook dat de woonlasten voor de nieuwe bewoners aantrekkelijk blijven. Guido Schoonmeesters, vijf sociale huurwoningen is voor een kerkdorp als Lierop heel belangrijk. Ja, zeker. En met name voor de leefbaarheid. Je moet ook een gevarieerd aanbod hebben van woningen. En ja, als je ziet hier, dat zijn toch twee eensgezinswoningen en twee voor één of twee bewoners per woning. Lierop en Haar graag dat er Lierop en Haar komen wonen. Maar dat kan nog niet 1, 2, 3. Nee, dat kunnen we niet helemaal in de hand houden. Ik begrijp wel dat er iets aan sturing mogelijk is. Maar dan moeten we nog verder gaan bekijken. Maar ja, je probeert eigenlijk voor je eigen aanwas te bouwen. Hè. Dat is ook de opdracht van de provincie. En dan zou het ook handig zijn als je aan je eigen mensen kunt uitgeven. Maar ja, de woningwet houdt dat tegen. Je woningen en leren betekent ook dat straks zomerij en zomerijn te komen. Dat zou je graag zien. Ja, ik denk dat we er het omslag in het denken bij Wocom nu zover hebben gekregen. Dat ze ook zeggen van ja, we willen ook graag in kleine kernen gaan bouwen. Een paar jaar terug was het nog echt van dat doen we niet in de kleine kernen. En we willen alleen maar in zomeren bouwen. Maar ja, nu laten ze toch ook zien dat ze in Lierop gaan bouwen. Nou goed, dat zou misschien ook een opstap kunnen zijn om te gaan bouwen in de hei en in het eind.